Deze nieuwsuitzending, dat is een herhalende uitzending. En die gaat over kinderbehandeling. En het tegenovergestelde daarvan. Dat je mis, in de zin van mis, maar niet raak. Dat je mishandelt. Wat is dat? Wat is het behandelen van kinderen, by the way? Ik heb het zelf een tijdje mogen doen. Stelde geen, nou ja, nee, geen reet voor op z'n Amsterdamse. In principe niks doen. Op het allerlaatst grijp je in als je kind van 10 meter hoog in een vergiftigde waterleidingsafvoerdinges dreigt te vallen. Waar die krokodillen in lopen te happen. Maar in de regel gebeuren dat soort dingen niet. In de regel zijn kinderen heel, die kruipen naar hun ouders. Die doen geen gevaarlijke dingen. Ja. En je hebt van die losgeslagen kinderen. En dan vraag ik me wel af hoe dat dan kan, hè? De ene theorie zegt van ja, die losgeslagen kinderen, die hebben geen goede hersenen. Iets met de epifyse. Dat is een plausibel verhaal, by the way. Of je nou gelooft in evolutie of niet. Maar je brein. Je hebt je kleine hersenen. Zo. Dan heb je je grote hersenen. Oh ja, en onder je kleine hersenen, daar zit je hersenstam. Zo. Dat zijn verschillende gebieden. Zo. En als je hersenstam niet tot ontwikkeling komt, dan heeft de bovenkant geen enkele informatie. Maar als de voltooiing van je brein, het maximum, dat zit, moet je even denken aan Dr. Frankenstein. Had er twee van die bouten in zijn hoofd? Nee, dat monster dan, hè? Dr. Frankenstein niet. En dan waar die Hindoestanen zo'n stipje doen. Dus, heb je een driepuntsbepaling. Nou, daar zit de crème de la crème van je breinige gedenk. Daar zit je empathisch vermogen. Een soort antenne is het. Dat wordt gezegd. René Descartes, die hugenoot. Die hier in Nederland is gevlucht. In de Achterhoek. Die wiskundige. Die vond dat ook. Zei, er moet een oplossing zijn. Er moet een diet. En het was dan de epifyse. De epifyse zou het contactpunt zijn. Tussen de materie. Dus René Descartes. Dat is geschiedenis, meer niet. René Descartes die dacht de situatie uit. Van als we nou eens keihard af en aan spreken. We hebben zichtbaar spul. Kan je wegen, kan je meten. Het heeft een kleur of zo. Het heeft een maat. En je hebt onzichtbaar spul. Een gedachte bijvoorbeeld. Een goede pokeraar, die gedachten van die persoon, die zijn niet zichtbaar. Maar die gedachten zijn er wel. Zo'n pokeraar, die is wel degelijk aan het denken. Ja, dat was wel een leuke exercitie van René Descartes. En die kwam ook met die epifyse. Heb je het over? Begin van de 18e eeuw, denk ik.
In de tijd van Spinoza en Wolf had je ook. En die man wiens na... Oh, Leibniz. Dat is straks zo'n leuke. Ja. Maar terug naar die hersenontwikkeling. Als die hersenen niet ontwikkelen in de voorkant... En dat kan door van alles zijn, hoor. Dat kan een chemische beschadiging zijn. En los daarvan... Kijk, we hebben van de Heren een geweldig mooi lichaam gekregen. Maar hij staat erom bekend dat hij af en toe van die misbaksels maakt. De katholieke kerk heeft daar nog een heel werk over geschreven. En het gaat over, dat was in het Latijn, hè? Het woord monstrum. En een monster... Dat is niet alleen een gargoyle van... of de hulk of zo. Nee, een monster heeft ook een andere betekenis. Een proef. Een proefje. Hier in Arnhem, toen de mensen nog geld hadden... maar al die winkels moesten dicht. En ja, toen hebben die mensen... ik weet niet wat ze met dat geld hebben gedaan. Ja, het vroeger van die parfumwinkels. En dan kreeg je monsters mee. Dan kocht ik voor 80 gulden. Ja, want dan ruikt mijn wijf lekker. Hè. Dat is wel de moeite van het investeren waard. Hè. En dan kreeg je dan monsters mee. Ja, en God heeft dat is ook. Een goede vriend van mij... Ik weet niet precies waar die woont, maar die is spastisch. Ja, maar niet vervelend. Hij is niet vervelend spastisch. Hij moet wel elke keer als hij moet pissen, en hij heeft niet een hele grote blaas, dan moet je 2-3 keer per avond even de Arnold Schwarzenegger uithangen en... Maar ik wil niet zeggen dat zo iemand dan vervelend is, hoor. Aardig spastisch. Ja, en behoorlijk spastisch. Ja, en hij weet... Dat weet dat halve schietcafé, by the way... dat ik christen ben. En hij zei dat hij een christen was tegengekomen. En, en die man die keek zo op hem neer... Ja, hij zit in een rolstoel. En die man die kijkt op hem neer en die zei... Oh, als ik jouw ouders had gehad, dan had ik mij vervloekt gevoeld. Of zoiets. Nee, sterker nog, dan had hij een einde gemaakt aan zijn leven. Ik zeg tegen Boy, dat meen je niet? Ja, zei Boy. Ja, dat zei hij. Zo. Dat is een dogma, want er is er bij de conceptie iets niet goed gegaan. En lalalala. En God straft eeuwig of zo. Nee, dat is helemaal niet waar. Als ik morgen in Boy zijn rolstoel mag zitten... moet hij me even uitleggen hoe dat moet met die elektra. Ja, dan neem ik zijn taak wel over. En ik en Boy, we kunnen altijd heel erg lachen. Dus waar heb je het nou over? Als christen. Is Boy als kind mishandeld? Of bij de conceptie mishandeld? Of whatever? Nee, dat gaat maar te ver. Maar er gaat van alles mis. Ja. En Boy is spastisch. En hoe dat dan kan, ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik veel. Dat kan ook zijn puur van de chaos. Ja, die dingen gebeuren dan. En dan iemand als Boy. Ja, daar kan je niet tegen zeggen, sta op en wandel. Dan kijkt hij ook naar je van, wat heb je tegen mij? Ik blijf liever zitten. Ja,
Ja, monsters, die heb je. Die zijn er. Maar je gaat mij niet vertellen dat iedereen is zoals Boy. Het is geen epidemie van spasmen. Maar het kan op vroege leeftijd ontstaan. Dat kan ook in je hersenen zitten. En dan heb je geen epifyse dinges. Bijvoorbeeld. Je mist wat anders. Maar die epifyse, dat is de voltooiing van je, je het hele kwap gebeuren. Als je er een teken vult, nou, dan kan je zien als je naar een foetus kijkt, hoe dat zich ontwikkelt. Dus je hebt, eerst heb je iets van een ruggengraat. Ja. En dat begint dan langzaam door te groeien. En uiteindelijk krijg je dan dat krulletje. En daar zit de epifyse in. Je empathische systeem. Het is erg belangrijk dat je dat hebt. In de Eerste Wereldoorlog, met al die jongens werden naar het front gestuurd, weet ik veel, 60% of zo. Die deden alleen maar knallen in de lucht. Ja. Een beetje schieten op Duitsers, gaat toch weg. Maar die sergeant die zei, knallen. En die jongens allemaal knal, knal, knal. Ja, natuurlijk. Maar dat zijn mensen met een werkend epifysisch stelsel. Want je mag niet moorden. En je mag nog wel meer dingen niet doen. Dus één ding, wat, nou, er zijn twee dingen in de 10 geboden van Mozes, die dan wel mogen. Die ene is dit en die andere is. Ja. Maar die ene, de belangrijkste is, eert uw vader en uw moeder. Dat is ook een opdracht voor de ouder. Je moet het voor je kind wel dusdanig maken dat het in staat is om eer te hebben voor jou. En het niet te moeilijk te maken voor je kind. Jo. En worden kinderen goed behandeld hier in Nederland? Nou, daar waar ik voor mijn dochter heb mogen zorgen. Nauwelijks. Ah, nauwelijks. Nou, ik heb al leuke gezinnen. Daar ben ik even binnen geweest. Dat was wel leuk. Er was er één. Of twee. Nou, dat was een leuk huis. Die man had een leuke baan. Nou, die kinderen die konden elke dag de tuin ingaan. Nou, die woonden mooi. Werden die kinderen getuchtigd? Dat vraag ik me af. Want dat mag je een kind ook niet aandoen. Als je je kind tot aan het 18e jaar of zo onder de vleugels houdt. En dan kijk je op de klok en dan zeg je oké, en nou de deur uit. Nou doei. Dat is geen. Je kan niet zeggen dat je je kind mishandeld hebt. Maar je hebt het niet behandeld of opgevoed. Of zo. En dat mag ook niet. Dus alweer jaren terug sprak ik een vrouw. En die wilde niet met mij dansen, omdat ik veel beter danste dan zij. Dan heb je dat weer. En die vertelde tegen mij, het was midden in de nacht of zo. Van ja, morgen gaat mijn dochter de deur uit. Haar laatste dochter. Ik zei, oh.
Ja, dan zijn ze alle drie weg. Nou, zei ze, ik ben benieuwd wat ze morgenavond gaat eten. Qua koken. Zo, hoezo? Nou, zei ze, dat heb ik haar nooit geleerd. Ik zei, wat? Ja, zei ze, ja, ik kookte altijd. Wat? Wat is dat nou? Als je het hebt over kinderbehandeling, ja, leer kinderen koken. Je kan ze toch moeilijk rauwe baksteen laten eten als ze bejaard zijn? Ja, maar zelf kan ik het niet zo goed. Nou, dat is een uitstekend leermomentje voor jouw kind. Want kind, we gaan nu op het internet. Ja, over kinderbehandelingen. We gaan nu op internet. En waar heb je zin in? Bruine bonen met rijst? Daar valt niks aan te verprutsen, hoor. En het is nog veganistisch ook. Ja, ik kan nu het recept op gaan druinen. Is trouwens helemaal niet moeilijk. Lekkere scheut, goedkope olie. Niet van die olijfo, oliviercio. Onslaolie. Arachide olie als je geld hebt. Maar slaolie is goed genoeg. Niet te heet maken. Uitje er lekker in. Lalala. Ik ga al gelijk voor de pepers. Want dat is ook veganistisch. En dan curry erbij. Maar niet te moeilijk doen. Drie eetlepels of zo. Wat kost dat spul nou, man? Een geel wortel, daar gaat het om, hè. Je kan ook met geel wortel werken. Hè, dat je zelf de komijn erbij doet en de korianderzaad gemalen. Dat is ook leuk. Laat je dat je kind doen. Ja. Vandaag eten wij bruine bonen met rijst. En vers gemalen koriander. En vers gemalen komijn. Ja. Je kind zo. Je kind de deur uit laten gaan zonder dat je het hebt leren koken. Dat is kindermishandeling. Niet goed gehandeld. Mis, zeg maar. Oh, heb ik het goed gedaan in je ogen, Perry? Ik zeg nee, dat is mis. Ja, maar ik wilde graag elke dag koken. Ja, dat is het grote punt met het behandelen van kinderen. Het zijn jouw beesten of dingen of popjes of whatever niet. Ja? Dus jouw houding, als je een kind wil behandelen, hè? Jouw houding tot je kind is als een hotelier tot zijn gast of gasten. Zo behandel je kinderen. Geen verwachtingen, geen eisen. Alleen maar vragen wat ze willen. Op het juiste moment. Dat is een goede regel bij de verkoop. Ik heb verkooptraining gedaan. Op een blauwe maandag. En ik ben er erg goed in. In verkopen. Nou, rule number one. Als je werkt in een winkel waar ze dan naar binnen komen wandelen. Dan loop je niet op die mensen af. Je gaat ook niet roepen, God beter het.
van achter de kassa. Van, hallo, kan ik u ergens mee helpen? Dat moet je niet doen, hoor. Nee. Die gasten komen jouw winkel binnen. En jij kijkt ze in, ja, je probeert ze in de ogen te kijken. Je maakt oogcontact. En dan merk je wel hoe die mensen reageren. Als ze heel even naar je kijken, dan zeg je hallo, of goeiedag. En je bent met iets bezig. Je laat ze met rust. En dan zie je die gasten, of die hotelgasten, whatever. In dit geval winkelend publiek. Die gaan stilstaan bij een bepaald rek. En dan zitten ze een beetje te mompelen. En dan kom jij er toevallig even aanlopen. En dan zeg je, of vraag je, mag ik u helpen? Heeft u een vraag? Ik weet er alles van. Dat is de verkoper. En zo moet jij ook zijn naar je kind. Je moet je kind het leven verkopen. Waar je kind zin in heeft, joh, dat moet het kind zelf maar weten. Mijn grootvader, die was hevig teleurgesteld dat zijn kind, dat hij niet wist hoe je letters bij elkaar kon optellen. Maar mijn vader kon wel ontzettend goed koken. Geweldig goed koken. Die dikke Franse kookboeken. Ja, die kon alles maken. Voor rijke mensen. Hij was een soort, je hebt die oliebeetbommel. En die heeft dan die huishouder. Joost. En je kind behandelen is het de vrijheid geven. Dat is erg belangrijk. Je bent verantwoordelijk voor het welzijn van het kind. Maar niet ingrijpen. Want dan krijgt het kind geen eelt. En dan maak je een hushpuppy of zo. Ja. Kijk, hushpuppies, dat is een leuke hond als die jong is. Ik ken een man en die is nou die is 3 jaar jonger dan ik of zo, 56. En hij heeft dan nog van het lange haar, maar ook niet meer van hoe het toen was. Ik had hem 10 jaar niet gezien. Behoorlijk dun aan het worden. Zijn tanden waren slecht. Bruinige stompjes, zeg maar. Beetje vermoeide ogen. En toen zei hij, ja, je weet toch nog wel dat ik mijn penis heb laten amputeren. En toen dacht ik, fok, ja. Ja, zoiets. Ja. Oh. En toen drong het tot me door, hè. Ja, waarom doet iemand dat? Kijk, dat hij er met de jaren er niet beter uit op gaat zien, dat snap ik wel. Maar dan zo'n cosmetica-operatie. Ik denk, wauw. Nou, ik hoop dat hij nog lekker kan pissen. Dat hij geen Tena Lady aan hoeft. En zijn die mensen in hun jeugd mishandeld? Ja. Dat is vastgesteld. Ze zijn niet behandeld. Ze zijn afgeknepen. Er zijn dingen opgelegd. Ja,
Ik ben geen expert in Sigmund Freud. Dus dat niet gelijk allemaal als ik kritiek heb of zo. Maar waar het op neerkomt is dat Sigmund Freud de aanwezigheid der mens voor het gemak in drieën opdeelt. Dat doet hij met het id. Idee. Id. En het ego. En het superego. Maar het superego, dat ben jij niet. Dat is wat andere mensen van jou verwachten. Justin Timberlake. Of die zoon van Dinges Verstappen. Er wordt wat van verwacht. En dat is het superego. En dat superego mag je niet opleggen aan je kind. Het is een hele gave discussie tussen mij en mijn kind. Dan kwam ze stikzaggerijnig in mijn gescheiden, toch eenvoudige... gescheiden, toch bescheiden optrekje. Kom ze bij me binnen. Ja, als het op deze manier doorgaat, dan blijf ik zitten. En ik zo van, ja, nou, en? Ja, maar dat vind ik niet leuk. Ik zei, waarom niet? Wat is er mis mee? Je loopt al de hele tijd als een gestrest konijn, regelrecht dat Alice in Wonderland, van op tijd, op tijd, op tijd, blaas, 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 oh, zullen we zo laat, oh. En dan ga je toch even een jaartje achterover liggen, dat nou. Zij kijkt me zo verbluft aan. Met de gedachte in haar hoofd van, oh, nou, aan jou heb ik dus ook niks. Ja, precies. Ik gaf haar te eten in die tijd en te drinken en schone washandjes en ook nog en tampons en maandverband. Bekijk het maar. Dat is mijn zorg als ouder. Dat is het behandelen van je kind. En wat je kind vervolgens gaat doen, ja. Daar heb jij geen zeggenschap over. Dat is een hotelier. Daar komen mensen langs en die zeggen, nou, mag ik een kamer? Ongeveer voor 18 jaar. Ja, dan heb je 18 jaar lang heb je die mensen een kamer te geven. En je loon krijg je in de hemel. Snap je? Een grote zorg die wij hebben voor onze kinderen. Om onze kinderen goed te behandelen. En laat ze lekker los. Je hebt er niks over te zeggen. En zit je kind aan de drugs? Of is het gokverslaafd? Of whatever? En nou en? Ik ken een kind, dat is een leuke. Ik kan ontzettend met haar lachen. Ik vroeg ook aan haar van... Zij is 30 jaar jonger dan ik of zo? Nee, nog jonger. Zij is 22 of zo? En ik ben nu dan 57. Nee, 59. Dus dan is een 37 jaar jonger. Of, toch? Ja. Ja, dat scheelt nogal even. Dat had mijn kleindochter kunnen zijn. Een leuk meisje, vind ik dat. Heel rustig. Heel cool. En toen kwamen wij elkaar toevallig tegen, samen met haar vriendin. In het centrum hier in Arnhem. En ik vroeg aan haar,
Ik zei tegen haar, ik heb de indruk dat die vader van jou een slapjanus is. Dat is een mededeling. Heb ik het correct of heb ik het helemaal fout? En zei tegen mij, nou, je hebt het correct. Ja, dat is net. Ja, maar dat is toch erg? Wel, die vrouw die ken ik al vanaf 2011 of zo. Of dat ze ken, dat is ook overdreven, maar. Ja. Zij is iets ouder dan mijn dochter. Dat is een meisje. Een schommelkontje. En die werkt nou in. Het is een hele heftige tent die onder de. Ja, die mensen die gaan elke dag naar de zonnebank, denk ik. Die zijn zo bruin. En daar staat zij dan. Met haar. Nou. Ze heeft iets van Slavisch bloed. Een mooie kop, noemen we dat. Een mooie kop. En dat doet ze van die lange wimpers op. Geine man. En dan gaat ze daar aan werken. Dat. Dan komt ze om 6 uur 's morgens. Gaat ze met een vriendje mee in een auto, mag ik hopen. Ze heeft ook in de jeugdgevangenis gezeten. Ai. Ik snap het wel hoor. Ik zou ook naar de jeugdgevangenis willen. Elke dag je natje en je droogje. Ze zat een zette. Benno. 3 of 4 keer naartoe gereden. En dan 2,5 à 3 uur wachten. Tot haar moeder klaar was. Met het bezoek. En dan de moeder weer terugrijden naar Arnhem. Waarom is dat kind zo losgeslagen? Dat is een hartstikke lief ding. Ik heb daar verder geen oordeel over. Ze is niet behandeld. Is dat de schuld van haar moeder? Is dat de schuld van haar vader? Of is dat de schuld van de paus? Of wie gaan we vandaag de schuld geven? Geert Wilders of zo? Maar ze is niet goed behandeld. Dat maak je mij niet wijs. De moeder die schreeuwt. Dat is vervelend. Naar. Ik zeg niet dat die moeder naar is. Maar dat ze schreeuwt. Dat is naar. Dan schrik je helemaal kapot, hè? Ik heb dat ook aan haar gevraagd. Ik zei tegen haar, van, ja, ik vind dat je moeder af en toe schreeuwt. Zoiets. Ja, dat vindt zij ook heel naar. En hoe dat met die kinderen moet gaan. Nog een keer kijken naar Harry Potter. Die had ook geen ouders. En maakte er toch wat van. Met de kracht van. Lalalalalala. Ja.
Maar het is niet leuk. En het behandelen van kinderen. Ja, kom op. Punt 1, geen ruzie maken met je partner. Dus het kan zijn dat je man is overleden op het slagveld. En de buurman of zo iemand. Zijn medestrijder. Ja. Die neemt de vaderrol over. Maar je gaat geen ruzie maken met die vader. En vice versa ook niet. Maar ik zeg het met name maar even tegen die vrouwen. En geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. Regel 1 is geen ruzie maken. En regel 2 is geen ruzie maken waar de kinderen bij zijn. Vrouwen zijn daar een ster in om dat toch te doen. En dat is kindermishandeling. Daar heb je wel heen. Want dat is geen behandeling van je kind. Jij snapt iets niet aan je man. Ik praat even tegen de vrouwen, tegen de moeders. Maar je man heeft iets gedaan en jij begrijpt het niet. Ja. Dan moet je naar hem toe lopen. En dan, ja, of hij draait zich gelijk om. Of hij is nog druk in gesprek. Nou, als hij nog druk in gesprek is, dan leg je een hand op zijn schouder. Waiting in line, waiting for the Lord himself, waiting in line. En net zolang tot je man zich omdraait en zegt, wat is er, schatje? En dat je zegt, ja, ik snap iets niet. En je man zo van, wat snap je niet? Nou, zeg je, die roze Renault Clio van ons, die staat toch hier vlak voor de ruiter? Ja, man, ja, daar heb ik die roze Renault Clio neergezet. Ja. Maar er zit momenteel iemand op met een cirkelzaag. Dus, deze mop is gejat van André van Duin. Dat moet jij als jij dus een kind wil, dus jij als vrouw, jouw kind moet die relatie zien met jou in de werkelijkheid, de werkelijke moeder, met een man. En doe je dat niet, ja, wat doe je je kind dan aan? Ik geef het je even na te denken, hoor. Maar alleenstaande moeders, behalve die gevallen die er niks aan konden doen en bla 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 bla. Ja. Maar de rest? Wat doe je je kind aan? Misschien is het wel zo dat jij als mens moreel verplicht bent om eerst een IQ-test te doen. En dat je een tatoeage laat maken. Gewoon een datum en dan IQ zoveel. En daarboven een tatoeage met je geboortedatum. En als dat hoog genoeg is, ja, dan gaan we wippen de wip. En anders niet. De moedige nieuwe wereld van Aldous Huxley, maar dan leuk uitgevoerd. Met allemaal slimmerikken als kinderen die goed behandeld zijn. En die worden vanzelf reten slim. Serieus. Ja, die luiden die beweren dat ze de bovenkant zijn. Ze de bovenbasis. En je lekker met de reet op de poen zitten.
En een beetje lopen te bepalen waar we nu weer bommen gaan lopen gooien. Want ja, al die oude bommen, ja, dat is ook wel gevaarlijk hoor. Want als je die bommen op moet ruimen, ja, bla 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 bla. Ja, dat kost ook weer zoveel geld. En weet je wat, we gooien die bommen op. Even kijken hoor. Irak hebben we gehad. Ja, Libië is ook al best wel een puinhoop. Ja, Saoedi-Arabië, nou, dat zou ik voorlopig even niet doen. Want dan krijg je problemen met die Saoedi's. Ja, in Afghanistan, ja, sinds Osama Bin Laden dood is, ja, we kunnen daar nog bombarderen, een halve geit. Ja, laten we ze maar op Syrië gooien, ja. Ja. Want daar leven nog kinderen, hè? Ja, ik zeg het maar even, hoor. En die bommengooierij op Syrië, op die kinderen in Syrië, ja, daar kunnen wij geen dinges aan doen. En al die kinderen die in de steek gelaten worden, want al die Afrikano's, die hebben daar in Afrikanië, hebben ze allemaal wijven lopen neuken. En dan komen ze hier naartoe en dan komen die kinderen komen daarmee. Maar papa kan helemaal geen Nederlands. Ja, dat is kindermishandeling. Hoe durf je als Brabbeloniër je kind hiermee naartoe te sleuren? Van, mijn kind kan niet rekenen, dus dan gaat hij nu even goniometrie doen in één keer. Jump, jump, jump around. Hoe durf je? Dat is kindermishandeling. En niet behandeling. Het is wat anders als papa tegen het gezin zegt, ik ga naar Nederland. Nee, ik doe via internet, ga ik luisteren naar Perry Winkel. Ik leer Nederlands, ik leer jullie Nederlands. Wij koffertje pak en dan gaan we naar Nederland de trein pak. Kijk, dat is kinderbehandeling. Maar die kinderen meesleuren van hot naar her. Hoe durf je? Zoals meneer dokter, professor. Nee, zo heet hij niet. Hij is spinvis. Wel een slimmerik, hoor. Regelrechter. Hoe zeg je? Hoe heet zo iemand? Een borderliner. Hij weet precies nog te zeggen wat nog wel kan. Namelijk, en ik citeer, neem dan godverdomme geen kind dan. En voor zover je het wel doet, ja, kijk, het ene kind wil niet graag naar zwemles. En het andere kind wil heel graag naar zwemles. Nou, hoe los je dit op? Ja, het punt is dat we hier in Nederland leven en we hebben af en toe van die dingen, die heten overstromingen. En ook andere motorbootgevaar en rivieren. En, dus niet op zwemles gaan, dat zou de dood ten gevolge hebben van jouw klant. Dus jij als hotelier... Ja, die te zeggen van, ja, kijk, je bent hier wel te gast, maar ja, ik wil geen dode gasten, want anders, ja, dan gaat mijn hotel gaat dicht. Dus je kind moet op zwemles. Moet. Zonder meer. Kinderen kunnen pas echt zwemmen vanaf het zesde jaar. Voor die tijd hebben ze geen power in de armen. Een beetje poedelen. Zo snel mogelijk mee beginnen dat die waterangst weg is. Dat is een hele belangrijke klus. Dat kost je jaren. Ik heb er heel lang over gedaan. Maar uiteindelijk heeft zij diploma B gehaald. En in Turkije is er nog meters onder water gegaan om naar de vissen te kijken. Met een zwembril.
En wat moet je nog meer leren? Nou, je moet ze leren lezen. Dat is erg belangrijk. Engels, dat komt later wel. Dat leren ze vanzelf. Als je kinderen goed Nederlands leert. A, B, C, D, E, F, G. Elke dag een beetje voorlezen. En dan niet van die satanistisch, katholieke, communistische, half seksistische, maar niet heusies, maar gadverdamme, niet die kut zijn. En Martin Toonder. Mijn kind heb ik voorgelezen uit Martin Toonder vanaf dat ze 3 was. Puur voor de klanken. Martin Toonder, dat zijn die boeken met Oli B. Bommel en Tom Poes. Heerlijk. Om je stem te laten klinken. Mooi taalgebruik. Dat je kind dan ook weet van Prillewitzkowski. Ik ken het gelijk, Pools. Ja. Kijk, dat is het behandelen van kinderen. Leren luisteren, lezen. En niet die kinderen zelf laten voorlezen. Dat hoef je niet te doen. Met rekenen komt dat wel. Van hoeveel is 3 keer 4? En dan heb je ze te pakken, hoor. Ja, dat is het behandelen van kinderen. Als je kinderen wil leren rekenen, dan moet je aan een... Ik heb zo'n gesprek gehad met een kind. Dat was 4 of 5. En ik ken haar... Nou, ken, maar... Ik heb haar moeder een paar keer ontmoet en haar vader ook. En haar vader, die is Joods. En van haar weet ik het niet. Oh, zij heeft mij verteld dat zij met haar 13e mocht slapen op hele mooie bakstenen. Op straat gezet. En die hebben een kind. Dat kind wordt behandeld. Ah, en een meisje. Die zei, lolo. Maar die is pas 5, hè? En ik zat haar een beetje te plagen. Van, kan jij al een beetje rekenen? Ja, zij kon... ja, wat zei ze... Ah ja, dacht ik al. Jij bent een slimmerik, of niet? Ja, zei ze, ik ben slimmerik. Hoeveel is 2 plus 3? En zei je met de vingers, hè? Zo. Dat is 5. Ja, maar zo. Hoeveel is 5 plus 2? En een meisje kijkt me aan. Ah. En die holde naar de overkant van de steeg. En die ging tussen geparkeerde fietsen instaan. En dan met 2 handen. En dan zo kijken. Ja. Ja, kinderen kunnen niet rekenen. Die kleintjes niet. Dat kan je niet van ze verwachten. Iets als filosofie. Dat is met de puberteit. Dan kan dat komen. En wel belangrijk is dat dat snel komt. Dat niet je kind met een geile kut of een stijve pik, ligt eraan of je een meisje of een jongetje hebt, een beetje in de rondte gaat lopen als Arnold Schwarzenegger. I'm the Terminator. Ja, ik heb niks tegen Arnold Schwarzenegger.
Altijd leuk dat je belooft dat je terugkomt. Ja. Maar dat is het besef van metafysica. Dat kwam met 13 jaar. Ik zou er snel mee beginnen, hoor. En je kind, als je dat goed wil behandelen, vertellen van de Bijbel. Je mag dat werk niet onthouden. Het staat slecht op je konto. Het is niet zo dat jij je kind duidelijk moet maken dat er meer dan 3000 jaar gepend is door ik weet niet hoeveel honderden mensen met z'n allen, voor de boekdrukkunst, is er een werk gemaakt en dat heet de bibliotheek. Te beginnen met boek 1. Dus die boeken moet je in volgorde lezen, want anders snap je het niet. Als je dat je kind onthoudt, dat is kindermishandeling. Tak het even bij. Minimaal heb jij je kind te vertellen van dit erfgoed. En dan kan je wel met je kind naar een kerkgebouw gaan. Oh, dit is een Romaanse kerk. Oh, dit is een hoppetje-pupkerk. Oh, dit is zo'n kerk. Nee, voorlezen uit de Bijbel, homo. En voor het slapen gaan, een stukje van Martin Tonder. Met de bovenbazen. Ken je dat verhaal? Nou, even voor jou in de kinderbehandeling. Hè? Maar de bovenbazen, dus... ja. Dan krijgt de Olie B. Bommel, die rijke man... die krijgt op een dag 1 florijn te veel. En dan klik! En dan participeert de Olie B. Bommel... in... Ja, dat ja, is erg spannend, hoor. En dat loopt goed af. Dat is ook belangrijk. En het begint elke keer opnieuw. Dat is een goed verhaal voor het slapen gaan. Dat is het behandelen van kinderen. Dat ze luisteren naar je stem. En niet dat je je verplicht moet voelen. Want misschien kan je het wel niet. Ja. Dan moet je creatief zijn. Dan weet ik het ook niet. Ik kan je wel vertellen dat de goede omgang met je kind is dat je het gerust stelt. Altijd. Dat is een mooie scène in de film. Dan krijg je leuke info. Er is een film gemaakt door die katholieken. En Mel Gibson, die speelt... die is de regisseur. Of de producent of whatever. En Mel Gibson is een katholiek. Zo'n jodenzeiker. Zo'n namaak, Luther. Maar dan nog, die film Apocalypto is erg mooi. En dan gaat het erom dat je goed oplet waar je naar kijkt. Want die film van Mel Gibson... En nu mag je wat mij betreft kijken met een kind vanaf 8 jaar, hoor. Waarom niet? Mooie natuuropnames... En dan gaat die vader die, van de hoofdpersoon, de protagonist, die gaat er dan aan. Hè? En die stelt zijn zoon gerust. Zijn kind. Nou, dat moet jij doen. Ah, niet zo heroïsch als in Apocalypto, want dat kan niet. Maar zoiets.
Kijk het met je kind. Ja, het is de situatie waarin we zitten. Ik kan het ook niet veranderen. Ik ken een vrouw en die heeft een vriendin. En die vriendin heeft een kind. En die vrouw die ik dan ontmoet heb, die wilde het absoluut niet. Die heeft dezelfde weg gekozen als mijn dochter voorlopig. Mag ik hopen. Om te gaan zorgen voor zielenpoten. Een moeder Teresa figuur, zeg maar. Ja, wil je dat? Ja. Maar zij zei, ja, mijn vriendin, die heeft een kind. En die is erachter gekomen dat dit helemaal geen Teletubby Lalaland is. Het is verschrikkelijk. Of zoals die jongens van de Toeps destijds zongen. White punks on dope. I would hang myself if I had enough dope. Ik heb me nu ook geschaamd, hoor. Met mijn kind ging op en de moeder naar de Périgord. Dat is bij de rivier de Dordogne. Waar die grotten van Lascaux zijn. En toen gingen we naar Périgueux toe. En dan die buitenwijken van Périgueux. Oh, man. Ja. En mijn dochter, die was toen 5 of 6. En die zat een beetje in de maxicosi veiligheidsstoel. Want anders zou de moeder helemaal in paniek raken. Dus ja, mijn dochter wil ook niet dat er paniek komt. Dus die gaat maar in die veiligheidsstoel zitten. Van mij hoefde het helemaal niet. Maar wie ben ik? Dan maar hopen dat mijn dochter die puinhoop niet ziet. En toen we teruggingen, toen was de schemering daar. Ja, toen heeft ze niks gezien. Oh, wat zag het er slecht uit. Dat mensen zich terugtrekken in sloppenwijken. Ja, oké. Ja. Maar kinderen neuken? Trouwen in een sloppenwijk? Een verbintenis aangaan met een vrouw in een sloppenwijk? Waar ben je mee bezig? En er wordt geneukt, hoor, in de sloppenwijken. En dat is kindermishandeling. En dat mag je helemaal niet doen. Je mag geen kinderen ter wereld zetten die geen enkele kans hebben. Het zijn geen. Zelfs een goudvis mag je niet in je aquarium loslaten als het geen enkele kans heeft. Ja, kinderbehandeling. Daar gaat het om. En dat is heel makkelijk. Dat stelt heden ten dagen echt geen drol meer voor. Jij moet je angst loslaten. En met je kind gaan meeleren. Want kinderen zijn in de regel slimmer dan jij. Ja, dat je het even weet. Goed te eten geven. Leer ze zelf koken.
leer ze ja, zwemmen, fietsen, of steppen eerst en dan fietsen. Ja, en dan de rest. Dus mijn dochter heb ik uiteindelijk Engels geleerd. Dat was heel makkelijk. Dan maakte ik macaroni met een gebakken ei. Zoals mijn moeder dat ook maakte. Met prei. Beetje varkensvlees, lekker veel paprika poeder. En tomatenketchup erbij. En dan kijken we naar Star Trek. Van Gene Roddenberry. En mijn dochter had niet in de gaten dat ik haar alleen maar Engels aan het leren was. Die kan Engels, jongen. Zo, wat ik net. Maar ze kan Nederlands, ja, perfect. Erg goed, dat wel. Ze lijkt een beetje op Data van Star Trek. Een soort computer. Maar wel erg snel. Ja. Ik heb mijn dochter behandeld. Ik ben een paar keer op mijn vingers getikt. Maar ik denk, ja hallo, het is mijn dochter. Hè? Tot hier en niet verder. Een keer dan kwam ze bij me eten en Wim Kruidentuin die kwam ook eten. En ik zei tegen mijn dochter, nou jij komt eten, ik maak het eten, dat is de afspraak. En jij steekt alle vaccinelichtjes aan. En dan Wim Kruidentuin tegen mij, oh dat is kinderarbeid. Ja, flikker op. Ja, in de zin van sodomiet erop. Nee, dat vond ik niet de beste opmerking van Wim Kruidentuin. Maar het is hem vergeven, want ik maak ook altijd van die stomme opmerkingen. Zeggen mensen. Nee, mijn kind mag toch even de vaccinelichtjes aansteken. Wat is dat nou? Een beetje hot, hot, hot. Dan gaan we lekker eten. En Star Trek kijken. Iedereen zijn muil houden. En eten. En dat is jouw taak als ouder. Je moet je kind te eten geven. Minimaal één keer per dag. Ook tof is om ontbijt een beetje erin te rammen. En dan een paar koekjes mee voor onderweg. Net als Frodo met Huppeltje Pup. Wat kregen ze mee? Engelenbrood? Weet je, engelenbrood voor onderweg. En een fles water. Toch? Jo, maar straks gaan mijn kinderen dood. Ja, nou in. Jij gaat toch ook dood? Ik ga afsluiten, want ik zit over het uur. Maar ik heb een documentaire gezien van een volk. En dat leefde op vuilnisbelten. En af en toe brandde daar een hut af. Omdat het kind, achtergelaten in die hut, was gaan spelen met het vuur. En die ouders kwamen terug met hun rijk verzamelde buit. En dan dacht hij, hé, het hutje is weg. Oh, ons kind is ook weg. Oh. Het is allemaal afgebrand. Oh. En dan zegt die man tegen die vrouw. Nou. Hutje opbouwen van andere rotzooi. En dan gaan we weer neuken. Ik noem dat kindermishandeling.
En pak het boek Numeri er nog even bij. Uit de Bijbel. Maar ja, wat je zegt ben jezelf. Met je kop door de helft. Kijk, oh, dat is toch Numeri? Ja, King James. En dat is Numbers op zijn Engels. Dat is het vierde boek van de Bijbel. Numbers. Daarin worden die kindermishandelaars gechopt. En alleen de kleine meisjes, die hebben een bestaan. Ja, neem het mee. Kindermishandeling is onvergeeflijk. En kinderbehandeling is te belachelijk voor woorden. Ja, mijn kind wil op kickboksen. Ja, nou wel. Het kan iedereen overkomen. Wat is dat nou weer? De bassist van mijn band, hij heeft dan zo'n kind en die is een beetje een rare knijter. Maar niet kwaad. Maar een rare knijter. En die heeft de autosleutels van de vrouw van de bassist van mijn band. Zo'n kastje gepakt. Een dressoir heet dat. En tegen zijn vrienden gezegd. Tingelingelingelingelingelingeling. Wij gaan naar die bassist die woont. Eerbeek of in de omgeving. Of zo. Hoge Veluwe. Ja, we gaan daar naartoe. Ja, en toen zijn ze vastgehouden door de politie. Of aangehouden. En, ja. En ik vroeg nog aan de bassist. Hoe is die jong dan thuis gekomen? Hoe is je zoon hoe is hij dan thuis gekomen? Nou, zei de bassist. Lopend. Ik zei, ja, hoeveel kilometer was dat? Wauw, zei de bassist. 15 kilometer of zo. En ze waren vastgehouden om 2 uur 's nachts. Ja, ha, 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 ha. Nee, dat is leuk. En dat is het tuchtige van je kind. Dat is een kinderbehandeling. Want de bassist van mijn band, die gaat dat kind van hem niet de les leren. Hij kijkt wel linkeruit. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En ik hoop dat ik jullie opgevoed heb in het opvoeden van kinderen. Het behandelen van kinderen. Dus oerend hart. GNC er al gescheurd. Nee, al op zijn hamburgers. Zeg ik tjus. En dag lieverds.